Afgelopen donderdag vond in het cultureel centrum in de Huusmolen een mini-sportcongres plaats. Het sleutelwoord voor de sportbijeenkomst was samenwerking. Ja, en dat is ook het sleutelwoord van ons coalitieakkoord. Dus ik ben heel blij dat de nieuwe aanpak van deze avond in één keer een heel groot succes was. We hadden volgens mij meer dan 25 sportverenigingen van de 80 gaat horen. En dat is in de afgelopen jaren nog nooit zo druk geweest. En we hebben van tevoren nu ook met de hulp van Ted van der Brugge gevraagd aan de verenigingen, hoe zouden jullie die avond willen? Wat moeten we doen om de opkomst te verhogen? En dat was een heel kort onderzoekje, maar dat gaf ons wel heel goed inzicht. En eigenlijk was de boodschap, jullie moeten niet als gemeente ons de hele avond overladen met allemaal informatie. Dat mail je maar. Laat nou de verenigingen zelf iets komen vertellen en dan goede en slechte voorbeelden, hè, de best practices en slechte voorbeelden waar we als vereniging wat aan hebben, waar we wat van kunnen leren. En als je dan ziet dat je als voetbalvereniging iets kunt leren van een scoutingclub en dat je van een basketbalvereniging iets kan leren van een rugbyclub, dat vond ik mooi. En ik heb ook echt 4 hele gloedvolle betogen gehoord van bestuursleden en voorzitters met heel veel passie voor hun sport. Maar die ook bereid waren om hun successtory te delen. En ik zag ook heel veel mensen aantekeningen maken. Dus wat mij betreft een hele geslaagde avond. Verschillende clubs bundelen krachten om samenwerking te bevorderen. Kijk, we hebben natuurlijk altijd best wel goed samengewerkt. En ook de voorzitters, dat ging prima met elkaar om. Maar puur op sportief gebied zijn er wat dingen gebeurd waar mensen toch een beetje gepikeerd door waren. En uiteindelijk is dat zover gekomen dat men zegt, we trekken de stekker uit de Hoornse 6. En met name dus het toernooi en wat andere dingetjes. Ja. En we hebben toch op een gegeven moment weer de boel bij elkaar geveegd. Van jongens, we moeten volwassen zijn en we proberen waar we elkaar kunnen helpen. En daar is dit initiatief op een gegeven moment uitgerold. Het is ontzettend slim, want ik denk echt dat als je met z'n 6 verenigingen samen grote sponsors gaat binnenhalen en dat ook gewoon gelijkelijk verdeelt over 6 verenigingen, dat je uiteindelijk met 5, 6 grote sponsors misschien wel net zoveel binnenhaalt als 25 of 30 kleine lokale sponsors. Natuurlijk is het wel oppassen voor de eigen identiteit en laat het geen publiek geheim zijn. De huidige wethouder van sportzaken, de heer Ben Tap, ziet in de toekomst wel een fusie tussen verschillende voetbalverenigingen. Nou, hij heeft dat niet zozeer uitgesproken en dat is ook niet de intentie van de gemeente. Dat weet ik dan toevallig ook weer, omdat ik daar zelf ook bij betrokken ben. De intentie is gewoon wel om die 6 verenigingen te laten bestaan. Ze hebben allemaal een eigen identiteit, allemaal een eigen bestaansrecht. Het is natuurlijk wel zo dat je ook, als je puur naar de kosten kijkt, dan zou je misschien ook daar wat synergie kunnen behalen en misschien wel dingetjes samen kunnen gaan doen als je puur kijkt naar vanuit het oogpunt van de kosten van de gemeente. Je moet je in 2015 afvragen of er over 5 jaar in Hoorn nog wel 6 voetbalverenigingen zullen zijn. Daarmee zeg ik heel nadrukkelijk, wij gaan er niet over. De gemeente kan het niet opleggen, de gemeente kan het niet afdwingen. Maar ik vind wel dat de voetbalverenigingen zelf moeten nadenken over, zouden we niet wat meer moeten gaan samenwerken met elkaar? Nou, daar is nu de eerste aanzet voor gegeven. En mogelijk komen daar dan 1 of 2 wat verdergaande samenwerkingen uit. Dat hoeft niet per se een fusie te zijn. Je kunt ook zeggen, de ene vereniging speelt op zaterdag en de andere vereniging speelt op zondag. Of we gaan samen een complex delen en we hebben 1 trainer en we hebben 1 accommodatie. Je kunt ook kosten delen. Dus het gaat niet altijd om een fusie. Maar er zijn meerdere verenigingen van de 6 die natuurlijk te kampen hebben met een teruglopend ledenaantal. Die de exploitatie niet meer rondkrijgen. Dus ik denk dat de wethouder daar niet op hoeft te sturen. Ik denk dat slimme verenigingen zichzelf wel toenadering tot elkaar gaan zoeken. En wie weet wat voor mooie samenwerkingen daaruit komen.